Hier onderaan tekenen. Wie is een afzender, meneer? Sorry, dat weet ik niet. Oké, bedankt. Goedenavond nog. Goedenavond. Allee. Doe jij het maar op. Ja, ik ben al denken wat het is, hè. Voilà. Ik moet die niet hebben. Muziek luisteren? Of mag dat ook al niet meer? En moet dat dan zo hard? Ik sprong me nou uit mijn vel. Sorry, ik dacht dat er niemand thuis was. Nee, natuurlijk niet. Dan laat ik altijd de deur open. Kun je het toch al eens vergeten? Waar je boven? Nee, ik kom uit de kelder. En waar je boven aan het doen? De bedden aan het opmaken? Een raar uur, hè, om de bedden op te maken. En hoe zit dat met uw bed? Huh? Ging er in uw logement, is dat al opgedekt? Ik zou dat wel eens willen zien, want trek dat misschien meer op de stal. Liever in de stal dan thuis met een vreemde vent. Zo frankenduit! Bye-bye. Het is wel de volhouwer, schatje. Mama, ik weet niet van wie dat komt. Oh, waarschijnlijk van iemand van uw nief. Een jongen uit uw jaar. Het is stoppen van niet, want er zit er geen ene bij die mij aanstaat. Dat zal nog wel veranderen. Je moet geen vrijer hebben. En zeker geen roze. Dat jij je er toch zo zenuwachtig in maakt. Of weet jij misschien toch iets meer? Maar nee. Ik kan alleen niet tegen dat geheimzinnig gedoe. Niet alleen maar vragen stellen. Ik krijg nauwelijks nog de kans om te studeren. Rosa. Ik moet toch weer niet van nul beginnen? Ik weet het niet meer, Luc. Ik kan mijn eigen toch niet in tweeën snijden. Peggy moet eindelijk eens leren, hè. Dat ze geen beslag op je mag leggen. Stop er nu maar mee van vandaag. Het is genoeg geweest. Ik kruip nu niet in uw schelp, alstublieft. Vertrouw me. Ik weet niet goed wat dat Peggy heeft gedaan, maar je moet ook begrijpen... Haar afkeer voor u, voor Frank, mijn ruzie met Jenny. Maar waren wij toch ook moeilijk toen we zo oud waren? Ja. Maar wij hebben ons miserie zelf veroorzaakt en Peggy die wordt daarin meegesleurd. Niemand wil haar kwaad doen. Ze krijgt alleen haar goesting niet. Ik heb haar geen... 18 jaar alleen opgevoed om haar nu in de steek te laten. Nu? Nee, maar nu staat je er zeker niet meer alleen voor.
En Peggy zal eindelijk inzien dat ze beter af is met een gelukkige moeder dan met een ongelukkige. En dat kan even duren, want ze is koppig. Maar van wie zou ze dat hebben, denk ik? De Rudy, dat is een maatje. Daar kunnen we tenminste op rekenen op je gast. Als die Leontien dat te weten komt, die gaat wel erg zijn. Allee, choco of confituur? Choco. Nou, Leontien kan de pot op. Als zij geen goed werk levert, ja, dan doet een ander het. Gaat die vent eens moeten bezig horen. Ze hadden zijn bad bijna in zijn keuken gezet. Ga je daar lang bezig blijven, denk je? Minstens 2 weken. Ja, wat denkt in een nieuwbouw met alles erop en eraan? Amai. Gelle, zij dan zo vroeg op? Uitslapers voor de luiriken, moe. Voor de landervanters. Voor de niks nu dan. Ontwaak, hè, luie slaper. De koekoek roept nu op. Ja, oh, ga mee, koekoek. Kijk het eens uit. Allee, hoe zit dat hier met mijn schoofzak? Eer. Zeg, je gaat toch komen, hè, Frank? Als het uitkomt met mijn werk, is Simon. Oh, zeg. Oh. Wil ik hier dan niet alleen staan, hè, als die een deurwaarder binnenkomt? Maar onze advocaat heeft dat toch allemaal geregeld? Oh, maar Frank. Allee, eer. Nou, ik zal zien wat ik kan doen. Oké? Okay? De zon die kleurt daar stralen, de groene neuveltop. Ga toch maar niet te gerust zijn, die advocaat. Veel Janne streken, maar voor de rest... Och, moog. Zeg, zie je ding, Ritje? Nog 10 dagen, hè? En dan strekt zich hier uw vruchtbare periode uit over 4 zwoele dagen en nachten. Harry, alsjeblieft. Het zal er natuurlijk vooral op aankomen om uw lichaamstemperatuur goed in de oog te houden. Stop ermee, je maakt mij nerveus. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je relaxed blijft. Dat je rustig naartoe kunt leven. Harry, luister eens. Ik ben bij Anne geweest. Ik wil mij laten testen. Dat is toch niet nodig? Je bent pas 3 maanden bezig. Je moet toch niet panikeren? Ik wil het nu eindelijk wel eens weten. Ik loop de muren op van die onzekerheden. Ik slaap slecht, ik ben slecht gezind. Ik kan me niet meer concentreren. Dan ga ik mee. Maar ja, ik vind niet dat je dat alleen moet doen. Dat doen we samen. Dat is heel lief. Ik doe het toch liever alleen. Ja? Sure. Trouwens, je weet dat goed doortastend aan kan zijn. Straks laat ze ook nog testen. Hé, hey, dat is toch niet met bloed trekken en zo, hè? Veel erger, Harry. Ze heeft uw zaadjes nodig. Mijn zaadje? Mm-hmm. Ann. En daar moet jij alleen voor zorgen. Ik? Alleen? Kun jij dat niet? Ik moet werken. Komt Felicien vanmiddag weer koken? Ah, Ann zal opgenomen hebben. Nee, gelukkig niet. Vandaag teistert ze het gezin Ingrid Harry. Ik ben anders wel blij dat ze terug is. Hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt, hè. Jij krijgt weer uw chocoladepudding. En ik mag weer tomatensoep eten met 0,5 kilo zout. En hoe evolueert de relatie tussen mijn mama en mijn papa? En hoe evolueert de relatie tussen mijn zoon en zijn Rebecca? Tom, het is voor u. Wie is het? Trek het niet te lang, want ik verwacht telefoon van het labo. Tom Dekker? Ja, momentje, ja. Sorry. Ja? Anne. Ik heb patiënten wachten. Het spijt me dat ik met Lou ben gaan praten zonder u erin te kennen. Uw spijt komt ook altijd te laat, hè? Ik ben bezorgd. Een moeder is bezorgd over haar dochter. Dat is mijn enige excuus. Die dochter is geen klein kind meer. Dat weet ik, Anne. En Lou is de grote boze wolf niet. Weet je dat ook al? Ja, ja, tekst en muziek zijn door Rebecca zelf geschreven. Ja. Het is een fantastisch nummer, hè? Ja. Nee, er is al interesse van een paar grote studio's, ja. Wel, omdat wij een jong en dynamisch team zijn, willen wij graag in zee gaan met een ander jong en dynamisch team. Ja, ja, natuurlijk. Geld heeft er ook iets mee te maken, ja. Business is business. Er zouden minder spanningen zijn als jij je niet zo zou afsluiten. Waarom babbelt jij nooit eens met mij?
Dat ligt niet in mijn aard. Ik ben Tom niet. Maar als je mij in vertrouwen zou nemen, dan moest ik niet achter uw rug gaan uitzoeken hoe de vork in de steel zit. Neemt jij mij in vertrouwen? Uw grote verzoening met papa. Dat heb ik van Tom moeten horen. Ja, papa en ik, wij zijn een andere generatie. Wij praten niet zo gemakkelijk over gevoelens en dat soort dingen. Voilà. De appel is niet ver van de boom gevallen. Anne. Ik doe misschien veel verkeerd. Maar ik sta aan uw kant. Welke weg ook inslaat. Ja, mama. En tegen hoe laat kunt u dan dat prijsverslag faxen? 11 uur pas. Ja, sorry, maar echt niet later dan ik heb nog een afspraak. Alright. Ja, alright. Dank u. Ah? Goed gesprek gehad? Rebecca? Huh? Uw oogjes blinken. Goeie vooruitzichten. Zou jij graag willen weten? Bah, ja. Sorry, het zal niet gaan. Hmm. Top secret. Ah. En wanneer je denkt naar de Unif te vertrekken, zou ik dat wel mogen weten dan? James Bond? Ja. Nu. Een koffie en een pintje, dat is juist anders. Alsjeblieft. Merci. Ik heb Jenny nog niet gezien. Nee, dat klopt. Die is terug naar de kamer. Oh, ze komt mij toch helpen vandaag? Dat weet ik niet, want ze had hoofdpijn en... het waren van die harde scheuten en dat is dikwijls voor heel de dag. Ja, maar dat kan niet, Lou. Dat gaat hier allemaal in de soep lopen. Ja, ja, allee, wat als het druk wordt en als er klanten komen voor het hotel en zo. Ja, zij moet die toch inschrijven? Simon, dat zien we dan wel, hè. Trouwens, Jenny die doet gewoonlijk wel wat ze moet doen. Problemen, Simonneke? Nee. Alleen nee, ik was alleen een beetje ongerust, hè, Jenny. Ah. Hoe is het met je koppijn? Slecht. En met die van u? Heb ik geen koppijn? Nee. Dan heb je meer chance dan dat je verdient. En geef me maar eens een koffie, kom. En rap. Oh, zeg, wat zeg je daar aan toe? Aan het puzzeletje, zie je dat niet? Puzzelen? Daar krijg je nog meer koppijn van, hè. En koffie is daar ook al niet goed voor. Merci voor uw bezorgdheid, Simonneke. Zo beginner. Zeg, je gaat mij toch helpen hè, als het druk wordt? Simon, ik zal er zijn als ik er moet zijn. En laat me nu alsjeblieft gerust, want zometeen krijg ik nog maagpijn ook. Hallo mevrouw, u spreekt met managementbureau De Dekker. Ja, er was mij een fax beloofd voor 11 uur, dus een uur geleden. Ja, ja, oké, okay, dat is in orde, dank u. Ah, dacht dat je al naar de Nuf was? Ja, nee, ik heb nog wat tijd. Les begon een uur later. Oh, Jenny, kun jij nu eens niet de ijskas aanvullen? Kun jij toch zelf ondertussen? Zoveel volk is er toch niet? Zeg, je kunt toch wel een beetje helpen, hè? Helpt jij mij maar eens, eerst, hè. Een ander woord voor verraad. 7 letters. Oh, ik heb het al. Ontrouw. Merci, Simon. Het is niks graag gedaan. Horizontaal 3. Landbouwers schone schijn. Dat is er weer zo mee in omschrijving. Het zijn de moeilijkste, maar ook de plezantste. Oh. Alles in orde, Simon? Ja, ja. Oplossing, ik heb hier mijn handen wel vol, zo. Zeg, Luca, kan Jenny die klant nu eens niet gaan bedienen? Jenny, die werkt hier toch niet? Hoe, die werkt hier nu? Jenny. Werkt hier, Jenny? Ik?
Het eerste dat ik ervan hoor. Maar wanneer eens kan komen, hè, Lou? Simon klaagt dat ze zoveel werk heeft. Zie je die? Och, waarom? Ze staat er helemaal van niets weet. Oei, je hebt toch ook geen last van migraine, zeker? Lou, zie je die? Verticaal 3. Samenzwering. Moet beginnen met een C en een O. Ik zou zeggen conspiratie. Nee, dat kan niet. Want de tweede letter... Nee, de vierde letter moet een B zijn. De B van boerenbedrog. Hmm. Combinaison? Ah, nee, dat is iets anders. Combin. Dat is het. Zie. Hey. Hoe was uw ronde? Vierkant. Hey. Een ontstoken blaas, voetfratten, bronchitis, tepelkloven. Enfin, niks dat jij niet met zwier kunt oplossen. Oh, laat die zwier er maar af. Ik denk dat mijn nek weer in een knoop ligt. Oeh, gebruik je dan die zwarte zalf niet meer? Die oude remedie, hoe meer het stinkt, hoe beter het geneest. Nee, nee, ik weet iets veel beters. Weet je nog dat je me vroeger in zo'n geval een handje hielp? Of twee handjes? Ja, ja, ja. Zie je dat meneer wil verwend worden? Ja. Allee, kom hier. Oh. Ja. De nieuwsgierigheid is weer groter dan de liefde. Ja, ja, zo gaat dat, hè, dokter. Eerst het werk, dan het plezier. Het zal wel van het labo zijn. En hij zegt, het is voor Tom. Mixagestudio. Prijs volgens afspraak. 65.200 francs. 65. Waar is hij nu weer mee bezig? Ja, in elk geval niet met zijn studies. Hij is toch naar de Unif? Ja, dat zei hij toch, maar er is nog maar een kwartier de deur uit. Ik zal hem straks eens op de rooster leggen. Nee, nee, nee. Laat mij maar doen. Je wint u altijd direct te veel op. En dat is heel slecht voor uw nek. Is de behandeling al ten einde? Ik zal Tom straks eens een verrassing bezorgen. Simon, Volk. Ja, Lou, ik ben bezig, hè. Regel 1 van een goed café, nooit een klant laten wachten. Weet je dat nu nog niet? Oh, zeg, kan Jenny dat niet eens niet even doen? Ze is toch niet te ziek om te puzzelen? Oh, krijg ik ineens zo'n pijnschuit, zeg. Steek ik precies mijn priem door mijn kop. Een goeie het bad. De del had soms. Oh, zie dat maar dat je niet smelt, want je bent precies van suiker. Meneer, alsjeblieft. Een toertel, goed koud. Anders nog iets? Beetje nootjes misschien? Kan ik afrekenen, alsjeblieft? 85, alsjeblieft. Merci. Bent u Jenny Verbeek? Ah, u zei het dus. Ja, deurwaarder Santos. Mag ik uw identiteitskaart? Oh nee, stommeke. Jenny Verbeek zit daar aan een toog. Ze staat in voor het hotel. Een schoon etablissement hebt u hier. Rustig gelegen. Ik zou u wel eens een weekendje willen doorbrengen. Heeft u nog een kamer vrij? Huh? Dat moet u met mij regelen, hoor, meneer. Ik ben de uitbaat. Ah, u dacht dat mevrouw... Nee, nee, mevrouw komt hier voor de rust, hè. Ze heeft vaak last van migraine. Zeg, is dat spelletje nu bijna gedaan, ja? Maar wat heb je nu vandaag, Simon? Sorry, meneer. Personeel vandaag de dag. Goed, volg even mee naar de balie. Oh, maar het is nog niet voor direct. Niet verdrikt. Nee, ik zou wel iets laten weten. Ah, Frank? Dacht je congé? Ja, ik was er in de gebeuren en ik dacht, well, waarom niet, hè? Simon, ik tapte iets. Oh. En geef ons ook iets. Baby, geef ons spelletje door. We zullen het vroeger moeten opstaan om mij te pakken, Frankske. Je zit hier nog. Ah, jij zit hier al terug. Ja, ja, les ging niet door. 65.200 francs. Dat is zo ongeveer het bedrag dat nodig is om je een jaar op de NIF te houden. Is dit wat je zoekt?
Ik ga eerst bloed trekken om de hormoonspiegel te controleren. En dan ga ik een uitstrijkje nemen omdat een infectie de bevruchting ook kan verhinderen. En als dat allemaal in orde is, dan... Dan is er geen tegenindicatie voor een normale zwangerschap. En als er iets mis is? Dan zoeken we verder. Ga maar liggen. Probeer je te ontspannen. Het is zo gebeurd. Hoe is dat nu mogelijk? Hoe kan dat nu? Oh, ze is precies of ze had het geroken, hè. Ze is van de hele morgen niet van haar stoel geweest. Is dat nu echt nodig om die ruzie met Jenny hier achter de toog uit te vechten? Dat is nog een andere klant voor de zaak. Oh, maar Lou, dat zou toch maar even geduurd hebben, hè? Gewoon haar pas afschrijven. Een werknemer die betrapt wordt op zwart werk. Weet je wat dan de consequentie is voor de werkgever? Al is over nagedacht. Ja, maar tegen u hebben we het niet, hè? Belangen niet. Onze advocaat heeft nog niet over u gesproken. Nee, natuurlijk niet. Zo'n deurwaardersactie, dat verhoogt zijn rekening. Ja, enfin, zwart. Er is niks gebeurd, dus je hebt chance. Het is mislukt. In ieder geval, Simon, ik neem geen risico niet meer. Je moet niet meer komen werken. Je bent ontslagen. Hele. Dat gaat zomaar niet, hè? Nee, wat gaan we dan doen? De vakbond raadplegen? Als het moet, ja, begot. En laat uw advocaat haar contractje dan maar eens lezen. Ik heb geen been om op te staan. Simonneke. Hier heb ik het laatste nog niet van gehoord, hè, makker. Een pint als je wilt doen. Ja, nee. Had ik gelijk. Allee, had Simon gelijk. Simon had gelijk, ja. Hij is juist de deur uit. Dat is op kosten van de zaak, natuurlijk. Schoon. Je speelt met uw toekomst, Tom. Mag ik zelf mijn toekomst bepalen, ja. Of hij je studies laten varen voor zoiets. Management interesseert mij meer dan rechten. Maar jij gooit je in iets waar je totaal geen ervaring in hebt. Maar daar bestaat geen opleiding voor. Dat moet je leren uit de praktijk. Ja, en dan ineens zoveel geld. Maar vond dat dan nog meeviel? Ik had meer dan 100.000 verwacht. Oh, ja, tuurlijk, het is niks. Ik hoop dat Rebecca een goede spaarpot heeft. Ah, nee, zo werkt dat niet. Nee, dat is voor de manager. Een investering. Ik ga dat lenen. Mama, Rebecca heeft talent. Maar het is nu zo'n klein beetje geld als de miljoenen eraan komen. Nee, Tom. Nee en nog eens nee. Maar luister nu eens. Nee, zolang als jij onder dit dak woont, heb je regels te respecteren. Klinkt dan net als onze pa. Wel, onze pa heeft niet altijd ongelijk. Ah, ja. Jij belt naar die studio en je zegt dat het niet doorgaat. Maar dat gaat nog niet helemaal door. Dat is maar een prijsofferte. Tom, jij maakt je studies af. Ik stop met studeren. Het is mijn leven.